Ja? Ja, je mag. Wat moet ik nou doen? Nou ja, wat jij wil? Wat jij wil, ja. Oh, ik vind jou de allerliefste hond van de wereld. Ja, en als ik geen kat had, nam ik je mee naar mijn huis. Of Elwin die leunt tegen Sky aan. Dan leunt Sky tegen Patrick aan. Ja, zeker. Hola, hola. Dus. En waar is onze Rijka? Dat is mijn steun in het leven. Daar is onze Rijka. Zo lieve vrienden en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag, wat voor dag is het vandaag? Dinsdag 17 oktober en we leven alweer reeds om 15:57. Niet mijn fout, maar daar. Ja, weer een hoop herrie, weinig lol. Ik denk ik pak jullie er niet bij. Ik heb ook weer doorrem, gigantische hoofdpijn. Het is nou nog zachte geluiden. Ik weet bij God niet wat hij aan het doen is. Maar hij is dus al meer dan een week bezig. Ik denk, als je er al woont en al jaren er woont, wat moet jij dan verbouwen aan je huis? En meld het je buren, want hij zit tussen twee buren in. En dit zijn huizen, dat klinkt heel erg door. Nou, ik waarschuw altijd. Dat mijn man was overleden, is mijn zwager naar hem toegegaan. Zo en zo is het geval, dat is er gebeurd. Oh, ik zal de rekening mee halen. Doe dat dan ook bij een ander. Maar nee, doet meneer niet. Even kaartjes wegklikken. Maar ja, ik ga nou niet naar de action, want daar is te laat voor. Maar ik ga de meisjes uitlaten en dan pak ik wel even de booster. Dan ga ik weer even de stad in en... Die doe ik weer even in de houder. Ik moet even naar de DA. En ik moet eventjes kijken bij de Action als die dan open is. Ja. Ik weet het niet. Ze hebben van die gekke tijden om dicht te gaan. Ik weet het niet hoor. Wat is het voor een tijd? 5:30, 6:30. Ik ben 6 uur gewend, weet je. Maar ja, oké. Gedane zaken nemen geen keer. Ik hoop dat het morgen beter gaat. Ik weet het niet hoor. Nee, ik moet ook mezelf afwachten, want mijn lichaam wil ook nog niet wat ik wil. Nou, ik loop nu al 5 weken zo. Ja, ik weet het niet. Maar ik ga niet naar de dokter, absoluut niet. Ik heb het niet benauwd, niks. Nee, ik heb het niet benauwd. Ik heb net Belinda aan de telefoon gehad. Zij beweert dat ze een aantal tig keren heeft gebeld. Nou, Hero, zie ik het sowieso in. Dat. Van de huisartspost, René van den Berg, zo heet die man. Ben jij klaar? Mooi. Dat daar vandaan gebeld is, dat zag ik nu ook. Maar deze staat op stil, dus dat hoor ik niet. Maar ik zag wel, hé, er is gebeld, dus ik ga kijken. Bij de huisarts vandaan, nou, die bel ik dan terug. Met die idem dito. Maar ze hebben ook mijn huis zelf ook. Bel dan naar die hoor ik. Deze hoor ik niet, dat weet iedereen. Ik heb dat ding op stil. En als je me nodig hebt, bel je maar op dat ding. Ja. Degenen die het niet weten, nou ja, die hebben pech. Zo simpel. Ben ik ook nog op andere dingen te bereiken, zoals social media. Ja, ben ik ook op te bereiken. Nee, maar Messenger. Maar ik antwoord niet alle minuut. Ik bedoel, dat is mijn tijd wanneer ik weer reageer. En ik ga niet hele dagen... op dingen zitten te harnissen en te kletsen. Nee, mijn... Ik heb ook meer te doen dan niks. Ook ondanks dat ik laat uit mijn bed kom door allerlei toestanden. Ik heb ook andere dingen te doen dan enkel. Maar dat, ja. Zoals jullie erbij halen, een vlog in elkaar zetten, een plaatje maken. Dingen wat ik zelf leuk vind, ja. En niet in... Nee hoor, niks van mij. Dat doe ik s'avonds wel eventjes, maar voor de rest, een opinjendo. Hè? Ja, ik ga naar het toilet en dan gaan we met de meisjes lopen. En als ik terugkom, dan pak ik de booster en dan zien we wel weer. Ja toch? Ze zeggen, tot later en geniet verder van je dag.
Ja, lieve vriend, ik ben weer thuis. En ik had jullie mee op de mobiel in de houder. Dus ja, jullie hebben ook van alles en nog wat gezien. Mag niet. Ik heb even inpakpapier gehaald. Tenminste gepakt uit de kast, want dit had ik nog. Maar ik had gisteren nog een cadeau gekocht voor Karin. En ik hoor nog wat rammelen. Ik denk al, ja, hoort er ook nog bij. Ja, hoort er ook nog bij. Dit hoort er ook nog bij. Onder andere krijgt ze dit. Het zit in een hele grote doos. En ik zeg wauw, want ja, hij is magnifiek hoe mooi dat ding is. Hij ziet er zo uit. Maar schrik niet. Ik waarschuw jullie even. Hou je vast, je wordt verblind. En toen is hij weer uit. En ja, ik zag al een rood lichtje branden van achteren. En doe je de rode klepje open en daar kan je hem dus met het snoertje erin doen. En met een stopcontact of aan je auto laden. Ik kan het in de auto ook dus doen. En ze heeft, ik wil dat plastic natuurlijk eraf, zonne-energie. Zit er ook nog aan. En ja, neem me mee zou ik zo zeggen, hè? Ik vind hem magnifiek. Ik denk dat ze zo eentje niet heb leggen in de auto. Dat ze gewoon een ordinair apparaat hebben. En niet zoiets als deze. Yes. Nou, die gaat weer in het plastic uiteraard terug. En dat kabeltje doe ik er nou bij. Voilà. Ja, Zo. En dan gaat hij weer netjes in de doos. Ja. En dan moet hij even goed willen. Zo. En dan is hij weer dicht. En dan kan hij ingepakt worden. Maar ik heb vandaag, zoals jullie weten, ben naar de deodorist geweest. Voor mezelf uiteraard. Voor mijn gezondheid, et cetera. Nou ja, weer medicatie. Nog een keer medicatie voor mijn neus. Omdat, ik moet omdat op neus snuiten. Nou, heb ik, zeezout neusspray. En deze mag ik langer gebruiken dan een week. Dus ja, we zullen nog leven. En natuurlijk weer dokter Vogel. Ik wil dokter Oekter zeggen. Maar dat is met eten te maken in de winkel, in de supermarkt. Maar ook die hek weer. Ja. Dus, ja, ben ik weer blij mee. En een tasje erbij. Nou ja, tasje, ja, wat moet je eruit mee? Twee keer niks. Maar je kan altijd wel weer wat inbewaren als je het mee naar boven moet nemen. Ja, mijn handschoenen heb ik. Die moet er even uit. Nou, het is Halloween. Dus ik heb even 4 spinnetjes gehaald. Want ik zat zonder spinnen. Nou, dan komt er even daar nog 2 te hangen en hier ook nog 2 te hangen en dan vind ik het ook wel gezegend. En jullie weten dat ik nog steeds met Eowyn bezig ben, mijn prinsesje. Nou, dat moet nodig eens een keer afkomen. Maar ik weet bij hoge belag niet wat mijn letters zijn en dan moet je zoeken. En dan is het ook nog maar de vraag. Heb je nog genoeg van die letters die je nodig hebt? Ik heb nog grotere letters. Nou, Heinert. Ik moet even opnemen. Hoi schat. Ik ben altijd thuis, tenminste nu wel. Ja, natuurlijk is dat goed. Waarom die... Oké, nou dan zie ik jullie zo. Okidokie, tot zo. Is goed. Doei. Dat was onze Mario met Anna.
Die heeft, nou ja, die komen zo meteen. Nou ja, leuk. Maar nou was ik mee bezig. Ik heb dus letters gekocht. Maar wat voor letters? Grote letters. Nou ja, het is maar wat je groot noemt. En daar moet de naam Eeuwin op. Gewoon Eeuwin. Ik hou het gewoon simpel, want ik vind het niet nodig dat op haar uren de geboortedatum en het overlijdendatum. Dat heb ik allemaal ergens anders in. En ik heb dit gekocht. Ja, hartjes en puntjes. Nou ja, ik wil gewoon haar naam in het groot. En er zit niet een streepje bij. Nou, dan pest ik gewoon één Q. Dan haal ik daar het streepje vanaf. En die zet ik dan boven de E. Ja, toch? Ja. Dus dan gaan we ook binnenkort mee. Dan gaan we kletsen op tafel. Wat heb ik nog meer? Nou, die had ik gisteren ook al 3 maal gekocht. Ik heb er nog eentje bij. Dit moet naar boven. Enkel, er is er eentje die het niet mag weten. Hè? En dat is... Willy, ja, onder de kerstboom, ja, kijk, zover ik weet toch niet. Dan heb ik 2 dingen voor struik. Voor struik, die struik wat ik ruik. Maaltijd Chinese tomatensoep, dus is lekker. En ik heb nog weer een keer een blikje koelers meegenomen. Lekker. En we zijn bij Big Bazaar geweest. Kaarsen. Dus. En een zootje make-up. Een, ik zeg altijd een lospootje, maar het is een potloodje. Wat dit is, Joost mag het weten. Zien we vanzelf wel. Een tube. Lippenstift. Eyeliner. Dat is net zoiets als die witte. Enkel een beetje, ja, lippenstift, geloof ik. En weer een eyeliner. Ik pik in, het is winter, neem mee. En toen was die tas weer leeg. Ja. Ik ga het cadeau voor Karen inpakken. Dat andere moet allemaal kerstpapier. Dus dat ga ik boven even opruimen. Dat gaat hem allemaal helemaal lekker niks aan. Dus dan krijg ik straks visite, dus ik ga wel een broodje eten. Dus. Maar dan moet ik even. Zo. En ik heb gelukkig koffie en ik moet die gebruiken. Kijk, en dan komt dat tasje weer heel goed van pas. Want dan kan ik de make-up in doen. Wat moet jij? Ik ga gelijk even kijken waarom ze die plakband eromheen doen. Het is een hele rare plakband. Het is zwart van buiten. En kleven tot de net. Ik weet... Oh nee, het is... Nee, het is niet plakband. Het is dat je niet stelen kan. Dat zie ik nou aan de binnenkant. Ja, je mag er zo uit. Ook lippenstift. Denk ik, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik moet dat opzoeken. Made in UK. Coty. Nou, dan moet ik eerst opzoeken. Ik weet niet eens wat ik gekocht heb. Kijk naar aan. Ja, trouwens, er komt zometeen eentje hier al binnen. Die kent Engels. Dus ja, dat wachten we even af. Misschien dat zij het erachter kan komen. Fiberpensiel. Het is nou weer een fiberpensiel. Ah, een potlood ook. Oké. Nou, dan weten we dat in ieder geval. Nou, dat is ook een potlood. En hier zit een hoop plastic omheen, maar dit is eyeliner. En dat weet ik dus wel, waterproof. Gelukkig. En dat is ook. En dan dit is sowieso lippenstift. Ja, dat is lippenstift, dus helemaal top. Nou zit mijn vinger eronder. Hoe
hoe halen we dat er nou 1, 2, 3 af, terwijl ik hier met jullie zit te praten? Even onder de kraan. Hoppakee. Zo. Ja, oh. Nou ja, in ieder geval, ik laat het toch nog even staan, want dan kan Mario eventjes sowieso dat witte lezen. Mirakele prep. Oogschaduw. Oogschaduw. Aha, het staat erop. Normaal, eyeshadow. Nou, dat kan ik lezen, weet je? Nou, dan moet dit... Ja, schat, vrouwtje hoort je wel. Max factor. Maar ja, wat? Volgens mij moet het gewoon lippenstift wezen. Max, ja, ik kom eraan, schat. We komen eraan. Ook onze vrienden. En het staat er is hier één dikke bende. Kom maar, goed zo. Nou, hij is er al door. Hé, kind. Ja? Oh, ja, kind. Is het waar? Oh, wou jij nog even naar buiten? Oh, dat mag. Nou, kom maar. Ja. Kom maar, oh, schat. Doe maar. Kom dan. Kom dan. Kom. Dat gaat het er niet worden. Doe maar. Kom dan. 1, 2. 1, 2. Kom dan. Oh, 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 mijn loodje. Goed zo. Tot straks. En dan ligt er hier een brokje op de grond. Het moet dat brokje daar. Hoppata. Hé, boefie. Ja. Nou, ik ga de troep opruimen. Zoals ik zeg. Dat kan daar naartoe. Dat moet ik hier houden. Dat moet daar naartoe. Dat tasje, dat moet... Nou, die weet ik. Die witte weet ik nou ook. Maar deze potlood, waar die voor is, weet ik niet. De lippenstift weet ik, tenminste, of dit lippenstift, dit weet ik niet. Die weten we wel uit oogschaduw. Die moet ook naar boven. Waarom wil niet wat ik wil? Zo. En dat kan daar staan. En dat kan opgeruimd worden. Dat is hier in de bak. Ja. En die bak zit vol met andere troep. Ja. Nou, dat zullen we zo wel beleven. Lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze. En geniet een beetje mee. Ja? Ja, je mag. Wat moet ik nou doen? Nou ja, wat zou... Wat jij wil, ja. Oh, ik vind jou de allerliefste hond van de wereld. Ja, en als ik geen kat had, nam ik je mee naar mijn huis. Op mijn rug. Hey, en Rijka dan, is die niet lief? Nou, dat is mijn allerliefste hondje. Maar ik kan ze niet alle twee meenemen. Dat is mijn allerliefste hondje. Hè? Ja, hondje. Oh, zouden ze wel heel erg vinden, de hondjes, hè? Nou, ik ben al een keer bij jullie in het gebouw geweest, een paar keer. Ja. Maar ja, dan begint er een vrouw te huilen, omdat ik wegga. Ah. En dan missen de honden. Ja, vind je het gek? Als een rijke hond net was overleden, zat er een euren op de tafel staan. Een trooikokertje. Bij ons? Ja. Oh. En ik mocht dus niet meer komen. Nou ja, ik denk, hallo, leid ze even af met een bakje koffie en een koekje of wat dan ook. He, dan is het zo weer vergeten. Ja, maar ze mag toch, dat is toch stille verdriet, dan komt het toch uit. Ja, dat kunnen ze niet hebben, dan hebben ze handen tekort. Ja. Ik vind het mag best. Ja, als ik erbij zit, dan hebben ze er geen last van natuurlijk. Hé, poesie. Kijk, nou is toch wat een schattige oogjes, hè. Is een lief kind, hè. Ben je een lief kind? Je bent een heel lief kind. Is het een mannetje of? Nee, vrouwtje, schat. Oh, ben je een vrouwtje? Oh, je bent zo lief, hè. Rijka is ook een vrouwtje, zei je. Je bent hartstikke mooi, hè. Jij, meisje. Twee vrouwtjes, twee meisjes. Je bent hartstikke mooi. Ik vind jou heel lief.
Ja, als ik geen hond had, zou ik je zo willen hebben. Mag niet meer. De honden worden helemaal vertroeteld, hè? Ja, lekker. Het is zo lekker, hè? Ja. Ja, het gaat automatisch open, hè? Lief, hè? Oh, ik wil ook. En mij ook gelikt, hoor. Mijn handen wil ook. Hij heeft mijn handen gelikt. Ja. Ja. Handen wil ook. Weet je niet. Ik mis zo'n lief kind, hè? Ja. Je bent heel mooi. Je bent de mooiste hond van de wereld. Kan zij niet zeggen, maar jij wel, hè? Jij. Ze vertrouwt me niet helemaal, of wel? Ja, hoor. Oh ja, ze anders gaat ze zo er niet bij liggen. Oh, en als het te veel wordt, dan laat ze het wel weer horen. Oh, dan gaat ze piepen of blaffen. Nee, een beetje grommen. Oh, en grompies doen? Ja, dan wel. Oh, grompies. Nou, dat doet ze nou niet. Ze luistert goed naar je stem, hè? Zeker weten. En als ze maar een toontje verandert, zal ze al opletten. Wat wil je? Wat wil je? Je bent lief. Wil je bij Anne kijken? Liefde, nou, word ik gelikt. Kijk nou. Ja, lief, hè? Ja, je bent ook zo lief. Ze is ook wel lief. Hé, Melvin lief, hè? Grote meid, hè? Ja. Grote meid, ja. Nou, wat dat ik zo'n lief hond had. Maar ja, die zijn allemaal dood. En dan heb ik nu een lief kat. Ja, die is ook lief, hoor. Ik heb nooit een hondje gehad. Wel van mijn zus en van mijn oom en van mijn tante. Wij hadden allemaal... Ik ben wel bij opgegroeid hoor, met honden. Wij hadden allemaal honden, iedereen. Honden, katten, alleen maar voor die muizen en zo. Ja. Maar ik ben nog een stuk ouder, dus ja, dat scheelt. Mijn moeder had nooit een hond of een kat. Nee? Nee. Wij wel. Vindt ze vies? Iedereen had het. Mijn moeder vindt het vies. Ja, we hadden vroeger wel honden. Dat tegen... Ja. Luizen of waar was het tegen? Hoe was het ook alweer tegen, weet jij het? Geen idee. Ik weet wel waar mijn katten voor in huis hadden. Dat was inderdaad voor de muizen, ik zeg. Ja, de muizen en de ongedierte en zo. Mm-hmm. Oh, lieverd. Ik vind jou ook zo lief, kind. Je bent ook zo schattenboutje. Zo lief, hè. Die is ook zo lief. Is het ook een ze? Ja. Een zusje Pieter begon. Allemaal meisjes. Allemaal meisjes. En dames? En dames? Ja. Maar ja, jullie zien het lieve vrienden. Ik heb visite. 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 Ja. Visite. Visite. Een huis vol visite. Nee, ja, la, la, ja, dat weet ik ook niet meer hoor. En jij ja, ik ook niet. Weet je wat ze zeiden ook? En zeven Chinezen die stonden te kiezen. Ja. Oh, erg hè? Maar in ieder geval, ik zou zeggen een hele fijne, liefdevolle avond. Zo, over. En tot later. Ze zal wel denken wat er daar wijf. Ja. En onze Elwin die leunt tegen Sky aan. En dan hebben we de Lone Sky tegen Patrick aan. Ja, zeker. Hola, hola. Dus. En waar is onze Rijka? Dat is mijn steun in het leven. Ja, waar is onze Rijka? Ja. Dus ja, en ik ben weer met koffie bezig voor die twee heren. Ja, dat moet ook nog eens een keer. Zelf hoef ik niet meer. Dus die gaat mee naar de keuken. Ja, want ik hoef geen koffie meer. Nee, mijn maag die zegt van bekijk het maar. Niet? Nee, maar dus dan neem ik het ook niet. Nee, dan heb ik liever een watertje dan wat anders. Dus, nou dan was het daarop. En dan, en ik moet nog steeds een vlog in elkaar zetten. Dus ja, dat dus. En natuurlijk, hoe laat is het? Hoe laat leven we? We leven gewoon 5:30. Ja, zoiets. 22, 23, zegt de computer. Dus het zal dan zo wel wezen. Ja, ja. En we zitten televisie te kijken. En dat moet ook gebeuren. Hé, hey, lekker ding? Echt lekker in mij. Ja. Dus ja, dat dus. En we gaan gezellig verder aan deze kant. Toch, of niet dan? Zeker weten. Zeker weten. Nou, doedeliedokies.
Ja, lieve vrienden, het is de hoogste tijd om naar bed toe te gaan. En deze dag om jullie af te sluiten. Dus ik wens jullie een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Ja, en het is al inmiddels alweer 2:26, bijna 2:30. Dus morgen gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!